Bij een crisis of ramp werken veel partijen samen met hun eigen expertise op een specifiek gebied. Goede besluitvorming staat of valt met een goede beeldvorming. Voor een goede beeldvorming is snelle uitwisseling van informatie en een actueel beeld van het incident of crisis van cruciaal belang. De huidige manier van informatieuitwisseling bij een crisis of evenement is achterhaald. Door middel van een betere informatiepositie en uitwisseling kan op elk niveau effectiever beslissingen worden genomen. Welke gemeente dat gaat, daar moeten we er even bij zitten. En dat vind je waarschijnlijk terug in het ene berichtje waarin de totaal van de sectie rood wordt genoemd. De grootste winst voor ons als regio is dat wij bij een crisissituatie heel snel informatie met elkaar kunnen delen. Waarbij ik in het verleden eerst alle teams langs moest om daarmee het plaatje compleet te maken. Dan moest ik daarna nog een rondje doen om elkaar aan te vullen. Constateer ik nu dat de teams al informatie hebben voordat ze het kopie ingaan. En het enige wat we hoeven nog te doen is even verifiëren met elkaar of het beeld duidelijk is zoals dat geschetst wordt. En daarmee heb je met name je eerste B van Bob, de beeldvorm, heb je een enorme versnelling. Het lijkt zo eenvoudig. Met onze moderne communicatiemiddelen kan iedereen tegelijkertijd over dezelfde informatie beschikken. Maar in de praktijk blijkt dat veel informatie niet wordt uitgewisseld tussen kolommen, teams en andere regio's. Daardoor ontstaat bij een crisis een verschillend beeld in verschillende teams en niveaus, bij hulpverleners en bestuurders. Ze kunnen daardoor niet effectief optreden en verliezen hun geloofwaardigheid. Het uitgangspunt van het centrisch werken is dat iedereen gelijktijdig over hetzelfde actuele beeld beschikt. Door één landelijk crisismanagement systeem te gebruiken, kunnen alle veiligheidsregio's dit realiseren. Voor mij als informatiemanager in het COPI is het voordeel van het centrisch werken dat heel snel die informatie gewisseld kan worden binnen het team en tussen de andere teams binnen het netwerk. En je merkt dat de knelpunten die je in je COPI hebt, die je door wilt sturen naar je operationeel team, veel eerder bij het operationeel team terechtkomen en je dus ook veel eerder een terugkoppeling hebt van je operationeel team en veel eerder verder kan gaan met je incidentafhandeling. Voor mij als informatiemanager in het ROT levert het centrisch werken op dat ik een relatief snel een totaal overzicht heb over wat er aan de hand is en wat alle partijen die erbij betrokken zijn te melden hebben over dat incident. Daarbij komt dat burgers zelf voor snelle beeldvorming zorgen. Social media bieden de mogelijkheid om in een recordtijd berichten en filmpjes te plaatsen, bijvoorbeeld door ooggetuigen. Echter, de overheid reageert vaak te laat of niet op adequate wijze. Dit komt doordat de informatie waarop wordt gereageerd vaak verouderd is. Wanneer iedereen gelijktijdig over hetzelfde actuele beeld beschikt, moeten de werkprocessen en waar nodig de organisatie hierop worden aangepast. De belangrijkste randvoorwaarde om elkaar effectief van snelle en betrouwbare informatie te voorzien is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en elkaars competenties. Natuurlijk vraagt een organisatieverandering als deze veel aandacht. De informatiestromen moeten georganiseerd worden en de rol van goed getrainde informatiemanagers is erg belangrijk. Adviseurs van het project Net Centrisch Werken ondersteunen de implementatie van de werkwijze en het systeem en verzorgen de opleiding en training van gebruikers. Net Centrisch Werken. Samen op weg naar een stap vooruit in de crisisbeheersing.